Geloof het of niet, maar deze desolate parkeerplaats aan de Buitenhavenweg moet gaan bruisen. De gemeente zoekt activiteiten voor het terrein en doet een open oproep aan Schiedammers. Bedenk een leuk iets voor deze plek. Het kan van alles zijn. En wat ik ga voorkomen is dat ik nu ga zeggen wat ik leuk vind, wat ik daar zou willen doen. Want het is nou juist zoiets dat de overheid bepaalt altijd voor mensen wat ze mogen doen. En nu mogen mensen echt een keertje andersom gewoon vragen. En wij gaan meedenken. Want het gebied is in ontwikkeling. Het terrein van de glasfabriek moet de nieuwe woonwijk van Schiedam worden. Zoals je hebt gezien in de stukken is de bedoeling dat dit gebied echt gaat leven bij de Schiedammers. Dat mensen gaan zien dat hier alles en nog wat kan. Uiteraard binnen de beperkingen van veiligheid en dat soort dingen. Maar als dat al kan en dat dit gebied echt geïncorporeerd gaat worden in Schiedam. Want straks als het helemaal ontwikkeld is, komt het door de layout ook dichter bij het centrum te liggen. En moet het echt een onderdeel van de stad gaan worden. Maar dat betekent wel dat mensen moeten gaan zien wat daar allemaal kan. En nu is het, ga je gang. Als ik jou 10 jaar geleden een kaart van Schiedam had gegeven en had gevraagd, wijs de bruisende plekken over een jaar of 15 aan. Had je dan deze plek aangewezen? Uiteraard. Nee, ja, weet je, natuurlijk niet. Weet je, dit is een soort industriegebied waar ik nooit had gedacht dat dit eventueel een bruisend ding zou kunnen worden. En zeker dadelijk in de toekomst met nieuwe woningen en dat soort dingen. Ja, ik denk dat het wel een heel mooi stukje Schiedam wordt. We spreken Ruud van Noordenne vanwege zijn enthousiaste plannen. Samen met Ton Bijtenhoorn lanceerde hij de waterfietsen, die hier aan de Buitenhavenweg aangemeerd zijn. En samen met WhatsApp kwam hij met een idee voor een strandje aan de Schie. Ik heb een heel klein vlaggetje. Ik weet niet of de cameraman dat kan. Waar moet ik heen? Daarheen. Ja. Schiebiza staat hier. Er staat op het waterplein van Schiedam. Dus 1-1 is 2. Op dit plein komt Schiebiza. Maar zo makkelijk is dat niet. Vooral vanwege de woningbouwplannen van Dudok en Blauwhoed. En die geven aan toch wel begin, of ongeveer op de helft 2023, eind 2023, al te gaan beginnen met voorbereidingen voor de bouw van de woningen. En ze gaan dus starten hier op de parkeerplaats. Dus dat zou betekenen dat je ongeveer 1 jaar, 1,5 jaar hier wat zou kunnen doen qua, ja, evenementen en dat soort dingen. Ik ben ervan uitgegaan, of tenminste wij zijn ervan uitgegaan, dat wij hier een jaartje of 3 zouden kunnen zitten. Ja, en dat is dan niet het verhaal. En ja, dan is de volgende vraag, maar als we hier dan niet, ik wil best een jaar draaien, hè? Dat is geen probleem, maar dat geven we dan daarna wel een andere plek. Kijk, de vraag is nu, ga je een investering doen wat misschien maar een zomertje duurt? En probeer die vraag eens te beantwoorden. Ja, dat vind ik een hele lastige. Dat vind ik echt een hele lastige. En wat zijn de afwegingen die je moet maken? Ja, dan? Dat heeft natuurlijk met investering te maken. Hè? We hebben 2 jaar, dat roep ik continu, we hebben 2 jaar corona achter de rug waarbij we heel veel geld hebben ingeleverd. Ja, en nu is het van, gaan we nu containerbarren aanschaffen wat behoorlijk geld kost. In 1 seizoen ga ik dat niet terugverdienen. Dus we zijn wel weer aan het nadenken over hoe we dat dan wel weer vorm kunnen geven. Nou, je ziet het, we hebben nu een mooi ponton wat we met hulp heel mooi kunnen aankleden. Ja, misschien moeten we wel 4 van die dingen naast elkaar leggen. En in de tussentijd zijn spontane Schiedamse ideeën voor invulling van het plein welkom bij de gemeente. Dus als ik in een panda kostuum cartoons wil tekenen en 10 euro wil vragen aan Schiedammers, dan heeft dit kans. Ik denk zomaar dat geen bedreiging is van de openbare veiligheid. En als dat een vermaakfactor heeft, dan nodig ik jou zeker uit om een aanvraag te doen. Top!